Oh, we zijn opeens in een andere wereld beland of zo. Daar is Zelda! Ik heb een extra hartje nodig. Let's go! Goed, zo zal het geschieden. En daar is ons eerste extra hartje. Dan gaan we van 3 naar 4. In de vorige video is Link keihard naar beneden gedonderd richting Hyrule. Bij dat gebouw met die grote telescoop woont Pura. En die heeft gezegd dat wij naar het onderzoeksteam moeten dat richting kasteel Hyrule is gegaan. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Als jij denkt dat het wel een goed idee is, doe een duimpje omhoog. Abonneer als je deze hele serie wil zien. En druk ook gelijk even op het belletje. En dan ga ik eens even kijken waar ze allemaal zijn. Ik zal je niet laten vallen. Org. Oh, dus toch. Directeur Hudson, gaat het goed? Wat? Wat zegt hij allemaal? Het spijt me dat ik je heb laten vallen. Dit is onvergeeflijk. Dit kon alleen maar gebeuren omdat jij me liet schrikken. Het mag dan wel een simpel houten bord zijn, maar omdat directeur Hudson erop is afgebeeld, mag het nooit op de grond raken. Dude, wie is directeur Hudson? Ken jij directeur Hudson niet? Hij is door prinses Zelda in hoogst eigen persoon benoemd om overal van dat soort voorraden bouwmateriaal te plaatsen. Hij is daarmee het gezicht van de wederopbouw van Hyrule. Hij heeft bovendien bouwbedrijf Hudson opgericht en... Ja, wat was je aan het doen? Hudson heeft mij hoogstpersoonlijk een speciale missie gegeven. Mijn missie bestaat uit het plaatsen van borden om overal reclame te maken voor bouwbedrijf Hudson. Deze reclameborden dus blijkbaar. Ik ken hem wel, maar het zijn niet zomaar borden, want Hudson staat erop afgebeeld. Oké, ja, een goed verhaal. Oké, later. Man, wat een verhaal. Dit is het centrale plein en dit is ook wel een beetje kapot gegaan. Oh, maak jij deel uit van het onderzoeksteam, meneer? Wanneer ben je van het kasteel teruggekomen, Link? Ik heb je gemist. Moet nog veel oefenen als wachter. We moeten naar commandant Hals. Oké, is goed. Die is daar nog verder. Oh my god, die gekke rook die is hier ook al. Kan ik deze poort openmaken met de kracht die ik nu heb? Dat zou wel even heel fijn zijn eigenlijk. Nee. Kan ik hier omheen lopen? Oh, ja. Ja, goede poort wel, jongens. Ja, een beetje zo schuin. Ja, goed zo, Link. Kan ik hier gewoon het kasteel in? Kan ik hier... Ik kan het kasteel gewoon in. Ik ben in het observatorium. Oh, hallo. Yo. Dus zo ziet de binnenkant van kasteel Hyrule eruit. Wat een doolhof. Hey, Link toch? Pardon, ik had je niet gezien. Mijn naam is Nobiro. Er zijn hier nog steeds een heleboel waardevolle schatten en wapens in het kasteel. Ze hebben mij gevraagd om de wacht te staan, zodat dieven niet binnenkomen. Oh, hij is verdwaald. Oh, maar ik moet hier helemaal nog niet zijn. Kijk deze guy. Oké, doei. Later. Nobiro, succes. Doei. Succes, Nobiro. Ik ben er vandoor. Ik ben de held van Hyrule. Maar ik wens jou heel veel succes met die enemy. Ik loop hier gewoon letterlijk op de randen van het kasteel. Dit kan gewoon allemaal. Dit vind ik wel heel tof hoor, dat dit gewoon zo kan. Nobiro die maakt die vijanden wel kapot, joh. Dat doet hij gewoon voor mij. Ik bedoel, je bent niet voor niks een wachter. Ja, daar ergens zou mijn Matty moeten zijn. Zou die aan de andere kant van deze poort zijn? Yo! Ik denk het wel. Hallo! Hallo, ik ben hier. Ik heb de toeristische route genomen. Ben jij de commandant? Oh nee, dit is Purpen. Hij zegt dat de wapens aangetast zijn. Hoezo? Tijdens de ontwrichting zijn alle wapens zoals zwaarden en speren aangetast. Oh ja, dat ze allemaal kapot gaan. Dat bedoel jij. Ik ben op zoek naar commandant Hals. Die moet hier toch ook ergens zijn? Jullie zijn op zoek naar Zelda. Niet eens naar Link. Waarom heb je trouwens een pan op je hoofd? Dude. De commandant bij het poorthuis komt steeds maar niet naar beneden. Oké, dus hij is boven? Bedoel je dan hierboven? Of nog verder boven? Hey, dit is commandant Hals. Die zegt, sorry, ik heb nu even geen tijd, bro. What? Wajo? Hey, Link. Ja, maar Rempel, jij bent Link. Wat een opluchting om te weten dat je veilig bent. En dat betekent natuurlijk ook dat prinses Zelda veilig is. Over Zelda gesproken. Wat fijn dat jullie weer terecht zijn. Dat is echt de pak van mijn hart. Nee. Zelda niet. Hey, dit is allemaal verwarrend. Oké, maar goed. We moeten onze zoektocht naar prinses Zelda voortzetten. We worden gehinderd door het miasma hier. Dus het zoeken schiet niet echt op. Commandant Hals, kijk. Zelda, wat? Is Zelda daar? Waar? Daar bovenop. Niet. Hals die zegt, prinses Zelda, u bent in orde. Ja, wat doet ze daar? Is dit de echte Zelda? Dit is... Waarom zweeft zij? Nee. Ze zag er zo echt uit, maar ze is het niet. En ze laat iets achter in de lucht. En dat gaat helemaal naar boven. En ik snap er niks van. Wat vreemd, hier moeten we snel verslag van uitbrengen. Hals die snapt er ook niks van. Hoe kon prinses Zelda nou maar opeens verdwijnen? We moeten dit aan Pura vertellen. We zullen even een oogje in het cel houden, maar dan vertrekken we. Zou je alsjeblieft naar Pura willen gaan om haar te vertellen over dit? Tuurlijk.
Kan ik teleporteren? Nee, dat zal helaas niet lukken. Ik moet lopen. Waarom ligt hier geen zweefvliegtuig? Zal ik nu de normale route nemen? Gewoon zo langs de weg die daarvoor gebouwd is? Oh, ik word wel weer afgeleid hoor. Hier staat ook een wachter. Ziet er heel verleidelijk uit om gewoon hier naar binnen te gaan. Het is verboden voor onbevoegden. Hoe bedoel je onbevoegden? Hoe bedoel je? Waarom mag ik niet het kasteel in? Wat doe jij? Tjonge jongen, nou zoek het lekker uit. Doei. Yo, jij stond hier net niet. Ik moet jou niet voor de voeten lopen. Huh? Hij stond hier net wel, maar ik heb hem gewoon net niet gezien. Oké, ik denk dat hij even aan het poepen was. Zo aan de andere kant van de poort en zo het water in. Even je billen afvegen met een paar blaadjes. Kan gewoon, hè. Ik bedoel, als je heel de dag op wacht moet staan. Ja, ook die mensen moeten wel eens poepen. Ze hebben waarschijnlijk geen mobiele toiletten meegenomen. Volgens mij, als ik dit onderzoek, dan wordt dit in ieder geval wel een warp point. Ja, kijk, zie je? Dan kunnen we dat aanklikken en teleporteren. Oh jee, vechttechnieken. Ja, daar ben ik nog niet zo goed in. Dit is een tempel die eeuwheid kwaadzuivert. Ga in dit heiligdom bezoekt. Volg onze instructies. Ontwijk aanvallen met een zijwaartse sprong en gebruik de gecreëerde opening voor een tegenaanval. Oh, dat deed ik net toevallig ook. Ja, dit kan ik wel. Kijk, zo. En dan, hoppakee, sprintaanval. Bam. En dan is wel mijn boog nu, mijn zwaardboogding kapot. Nu moeten we hem ontwijken met een achterwaartse salto. Ja, is goed. Maar wel eerst even een wapen pakken, ja? Oké, jij valt vrij langzaam aan. Oh, oké, het was blijkbaar toch goed. Bam! Benut op het juiste moment je schild om een aanval af te slaan. En gebruik de gecreëerde opening voor een tegenaanval. Ik heb mijn schild nog niet. Ik heb waarschijnlijk een tweehandig wapen nu, dus dat gaat dan niet werken. Ja, oké. 1, 2, 3. Zo, ja, kijk, oké, top. Spaar je kracht op. En val aan met een oplaadaanval. Ja, die kennen we. Wat ziekie vlotsie. Oké, deze les die konden we wel even gebruiken hoor jongens. Dat vechten, dat moet ik echt weer even onder de knie krijgen. En dan krijgen we er weer een lichtbolletje bij. En die moet je echt flink sparen voor meer hartjes en meer energie. Maar nu eerst terug naar Pura. Huh? Wat is dit? daar kunnen we ook bidden. Dat is ook een godin of zo. Pura, ik heb Zelda gezien. Wat? Prinses Zelda was er ook bij kasteel Hyrule. En toen werd ze omhuld door licht en verdween ze. Wauw, ik dacht dat ik inmiddels wel aan jouw vreemde verhalen gewend was. Maar je weet me iedere keer weer te verrassen. Maar als je hem met je eigen ogen hebt gezien, dan zal het wel waar zijn. En in dat geval moeten we de zoektocht op een andere manier aanpakken. Als de prinses is weggevlogen naar een andere plek, dan gaat ze misschien naar een plek die is getroffen door de ontwrichting. Er zijn andere regio's waar vreemde voorvallen hebben plaatsgevonden. Als we die voorvallen onderzoeken, komen we de prinses mogelijk weer op het spoor. En ik bedenk me ineens iets. Jij hebt de Pura tablet, toch? Mag ik die even zien? Tuurlijk, hier. Het ziet eruit alsof hij beter de tijden heeft gekend, maar hij lijkt nog goed te werken. Oké, de kaart. De kaart. Oh, sorry. Ik wilde de kaart van Hyrule openen op de Pura tablet, maar de uitkijktoren die nodig is om de kaart te registreren is nog niet gereed. Joshua, hoe staat het ervoor met de uitkijktoren? En Joshua die zegt... Van buiten lijkt hij voltooid te zijn. Wow, dit is wel echt een flinke toren, jongens. Holy macaroni moly. Hoe ga ik er ooit opklimmen dan? Ah, maar we moeten het teleporteerpunt nog wat beter afstellen. Dat kan nooit veel werk zijn. Misschien kan ik dat wel in orde maken. Sorry, Link. Ik ga het snel regelen. Kun je daar nog even op wachten? Je bent vast moe. Dus doe het ondertussen maar rustig aan. Hier in het uitkijkkamp hebben we een schuilkelder. Daarin vind je bedden en een keuken waar iedereen gebruik van mag maken. Als je meer wil weten, dan moet je met deze meneer praten. Als ik op zoek ben naar kleding, ja... Ja, kun je die vinden in de winkel van Mups? Ja, ik ga naar de uitkijktoren. Dus als je klaar bent voor vertrek, kom het me dan zeggen. Ik zou best wel graag wat betere kleren willen hebben. Maar daar moet ik waarschijnlijk flink voor betalen. En ik heb nog niet zoveel roempies. Oké, maar bij deze winkel dus, hè? Deze Hyliaanse outfit heeft ook jouw aandacht getrokken. Wat kost dat dan? 130. Dit kost 70. En de broek kost 120. Kan ik niet gewoon heel veel meuk verkopen? Zij was eerst in een ander dorp... Ze was geboren en getogen in Lurelin. Dat is een vissersdorpje helemaal in het zuidelijkste puntje van Hyrule. Oh, maar daar komen de piraten. Ja, koop even wat spullen van mij alsjeblieft. Oh, kan ik geen barnstenen en dat soort dingen verkopen? Of wel? Ja, nice. Kijk, die kunnen we gewoon allemaal verkopen. Dan krijg ik 60 roepies. Dat is lekker. Wat levert nog meer veel geld op? Oeh, deze robijnen. Ja, lekker. 220 roepies krijg ik daarvoor. En ik kan mijn opalen ook verkopen. Daar heb ik er 5 van. Daar krijg ik dan 150 roepies voor. Lekker. Kijk, nu kunnen we dit allemaal kopen. Ja! Lekker. En deze Hyliaanse hemd gaan we kopen. Hoppakee. En de broek. En de, ja, die, dan gaan we met onze verdediging van 1 naar 3 en zo. Dus dat is echt super fijn. Yes, we gaan even een andere outfit pakken. Heerlijk. Dus we hadden een broek die had 1 kracht. En een soort van toga die had 1 kracht. Maar nu hebben we een kap, een hemd en een broek van 3 kracht. Dus we gaan van 2 naar 9. Dat is iets wat ik je altijd adviseer in Zelda games. Als je betere gear tegenkomt.
koop het gewoon, want dat maakt je leven echt veel beter. Nu ga je veel minder snel dood en ben je zelf ook sterker, dus heel nice. Oké, we moesten met hem praten, want bij hem gaan we slapen. In de schuilkelder. Oh, dat is gewoon hieronder, joh. Die tikt even met zijn stok en dan wordt het open gedaan. Ja, dat is wel een flex, hoor. Deze ruimte diende ooit als schuilkelder voor de koninklijke familie van Hyrule. Oeh, maar nu gebruiken we hem als bescheiden woonruimte. Oké. Vet om hier te zijn. Oh, hier kan je inderdaad echt alles vinden, joh. Wapens, alles. Oh, deze guy wil een appel van mij. Ja, joh, neem maar hier. Alsjeblieft, vriend. Maak me even wat lekkers te eten voor je maten, joh. Dit is Burmano's speciale paddenstoelen vruchtenmix. Heerlijk, jongen. Een appel en een paddenstoel en een pan kan je dit maken. Nou, top. We hebben een zijmissie voltooid. En dan gaan we nu lekker slapen. Oh. Oké. Oh, ik wou zeggen goedemorgen, jongens. Maar we hebben een flinke nachtmerrie. Oh! Aanschouw de opkomst van de bloedmaan, zegt Zelda. Dit was in Breath of the Wild natuurlijk ook. Nu komen alle vijanden weer terug die we ooit hebben verslagen. Oh man. De stem van Zelda klinkt echt ook heel hopeloos eigenlijk. Oh man, iedereen is weer terug. Jeetje, heeft hij nou een zwaard in zijn hoofd? Man. Nou, toch goedemorgen. We gaan richting de teleportatietoren, want daar wacht Pura op ons. En dan gaan we waarschijnlijk een deel van de map zien, als we daar naar boven zijn geweest. Dat moet daar. Nee, misschien moet het hierop aansluiten. Oh jee, het is klaar. Link, ben je er klaar voor? Ik heb zelf ook alle voorbereidingen genomen. En daarmee zou het teleporteerpunt het moeten doen. Nu alleen nog... Ja, wat heb je van mij nodig? Joshua, zet de schakelaar over. Hoppakee. Ik noem hem de hele tijd Joshua, maar het is Josha. Het is denk ik ook een meisje. Oké. Oh, fancy lichtjes allemaal, hè? Kijk, oké. Ja, de poort boven is ook open. What? Worden we gewoon naar boven geschoten of zo als we daarin gaan? Oh, hè? Huh? Er zijn meerdere teleportatietorens. Ja, daar is er nog één. En daar links is er ook nog één. Daar achterin. Er zijn er knijten veel, joh. Oh, dus dan kunnen we van toren naar toren teleporteren. Maar, of moeten we ze eerst activeren? Ik denk dat het is. Nou, alle torens doen het, zegt Joshua. Dan is het nu aan jou, Link. Kun je je Pure Tablet tegen het activatiepunt houden? Ja, ik denk dat ik dat wel kan. Kijk maar, dat kan ik wel. Yes, oké. Oh, er gebeurt ook iets met de toren nu. Een blauwe gloed komt er overheen. Ja, hij gaat ook open aan de bovenkant. En dan? De uitkijktoren is nu op je tablet geregistreerd. Als het goed is, kun je dit nu ook gebruik maken van dit teleportatiepunt. Een uitkijktoren is in eerste instantie bedoeld voor cartografie, het maken van kaarten. Je maakt een scan van je omgeving. Precies, dat is wat ik zeg. Ja, oké. Je hebt wel een zweefcel nodig. Ik ben de enige persoon die met een zweefcel om kan gaan. Nou, dankjewel. Oh, moet ik het zweefcel gaan testen? Hey, deze is wel nice, man. Ik ben hier heel blij mee. Dan kunnen we tenminste overal een beetje van afspringen en zo. Nou, laten we op dat punt gaan staan. En na de testcam bespreken we in meer detail hoe we de zoektocht naar Prinses Zelda gaan aanpakken. Oké, let's go, Pura. Oh my god. Dit ziet er echt heel spannend uit. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Dit was het. Ik dacht, we worden keihard naar boven geschoten of zo. Ja, ik denk het wel eigenlijk, want we moeten dat zweefcel gaan testen, toch? Ja, dit bedoel ik. Hoppakee. Oh my gosh. Oh, dit is wel vet. Dit is wel fancy. Wow, we gaan echt super hoog. Holy moly. Let's go, Link. Dit is wel awesome gedaan, man. Dit vind ik heel cool. Ja, nice. Oké, dus nu scannen we gewoon heel de omgeving. Ah, dit is cool. Dit is leuk. Kijk, en nu kunnen we dus zeg maar soort van dit gebied, deze provincie, kunnen we helemaal op de map zien wat er allemaal te vinden is. Er is ook een deel van de kaart van het Hemelrijk opgeslagen. Ja, we hebben natuurlijk ook nog een hele wereld boven Hyrule. Kijk, eigenlijk moeten we nu gewoon naar het volgende punt gelijk zweven. Dat zou super chill zijn als dat kan, maar we kunnen niet naar, dat halen we niet, naar zo'n toren daarachter. Oh, en hier is mijn zweefcel. Yeah! Oké, die moeten we dus dan nu ongeveer wel gaan gebruiken. Lekker beetje zweven, jongen.
Ja, nee, ik voel echt zoveel hype, jongens. Ik hoop dat jullie die hype ook met mij voelen. Want nu gaat Pure natuurlijk vertellen waar we allemaal naartoe moeten. Dat was een mooie lancering en je vlucht liep ook goed. Ja, het scannen is ook helemaal goed gegaan. Die kaart is onmisbaar voor de verdere zoektocht. Er staan uitkijktorens in alle windstreken van Hyrule op. Maar nu, de belangrijkste kwestie. Dit is niet de enige plek waar die is aangetast door de ontrichting. Vanuit Hyrule komen allemaal meldingen binnen. En Pura gaat ze nu op de map zetten voor ons. Een van de plekken is Hebra, ten noordwesten van hier. Het gebeuren ook rare dingen in Eldin, ten noordoosten. Vanuit Gerudo, het zuidwesten, komen ook meldingen. En Lanairu, ten oosten van hier. Daar moeten we allemaal naartoe. Deze vier regio's. En daar is dan waarschijnlijk een tempel of iets die we moeten gaan oplossen. Oh, Joshua wil ook nog wat zeggen. Zelda is in het Rito-dorp gesignaleerd. Dat dorp ligt in Hebra, in het noordwesten. Rito Village? Link, in onze zoektocht naar Prinses Zelda vragen we momenteel ook de hulp van de medewerkers van de krant. Oké. Hun redactie zit vlakbij het Rito-dorp. Dus als we in de buurt zijn, moeten we daar even naartoe. Moeten kennis maken met de hoofdredactrice. Oké, Pura, dus dan moeten we nu naar Rito Village. Naar onze vogelvrienden. Maar, yo, hier is een vogel. Oh, maar dit is geen Rito. Dit is Pen. What up, Pen? Ben jij niet een beroemde zwaardvechter? Ja, dat klopt. Mijn naam is Pen. Ik ben verslaggever van het Klaverblad. De eerste lancering met de uitkijktoren. Daar moet ik een artikel over schrijven. Onze krant heeft een tekort aan verslaggevers. Oké, dus jij schrijft daarvoor. Maar ik moet kennis maken met je hoofdredactrice. Het Klaverblad is in Hebra. In het noordwesten. Bij de brug die naar het Rito-dorp leidt. Kom maar langs als je interesse hebt. Doei, mazzel! Oké, ja, dan gaan we dus eerst een beetje daar naartoe, denk ik. Dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Ik zit er helemaal in, ik hoop jullie ook. Doe even je duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Abonneer, zet het belletje aan en dan zie ik je weer bij de volgende video. Mazzel!